Er zijn ook een heleboel mensen hier in Agnes Buurt die heel graag een wooncarrière willen maken. Ron, we staan midden in Zoho. En wat gaan we nou doen? Nou, we hebben een afspraak met Robert-Jan van Echo, de ontwerper van het stedenbouwkundig plan voor Zoho. En ik ben erg benieuwd wat ze nou precies willen gaan doen hier. Achter ons een voetbalveld, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, het voetbalveld wordt weggehaald en dat wordt een overdekte sporthal met een tribune. Oké. En de bewoners, wat gaan die ervan merken? Nou ja, het lijkt mij best wel een hoop gedoe geven als ze in je achtertuin aan het heien zijn. Maar... Oké, we gaan het horen. Ik vind het geslaagd als het een echt inclusieve wijk. Dat is een beetje een deftig woord, inclusief. Hè? We hebben de inzending de nieuwe volksbuurt genoemd. Hè? Dat denken we tuurlijk. Maar dat zou ik dus echt het grote geslaagde vinden. En dat geslaagde zit ergens in de opgave, in de opdracht, in de kaders. Hè? Sociaal, midden, duur, sociaal werk, maatschappelijke voorzieningen, NAS. Dat allemaal bij elkaar te brengen in zo'n kleine plek eigenlijk. Dat lukt en dat je over 5-10 jaar door dat gebied loopt en ziet dat al die verschillende mensen er wonen en verschillende mensen er werken. Dat al die ontmoetingen plaatsvinden. Ja. Wat belangrijk is dat er dus veel werken ook terugkomt. Hè? Niet alleen het sociale werk, maar ook andere vormen van werk, ateliers, studio's. Er komt wat horeca bij, er komen sportvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen. De NAS krijgt weer een plek. Dus het is een hele rijk voorzieningenniveau die aan de ene kant wel bij de binnenstad past en aan de andere kant juist heel erg bij het Oude Noorden en de Agnische buurt past. En dat wordt vermengd met verschillende woonvormen en woontypen. Er komt sociale woningbouw bij. Deze aan deze kant en aan deze kant. Okay. Twee plekken. Er komt inderdaad koop, midden, duur, huur en koop. Nieuwe woonvormen. Dus we hebben casco-woningen ook op het maaiveld aan de straten waar mensen hun eigen woning kunnen inrichten. Als we naar deze kant kijken, dan rukt eigenlijk de binnenstad ook op. Hè. We zien hier de eerste torens van het plan Pompenburg. Dus ook de binnenstedelijke voorzieningen, maar ook horeca langs de hofbogen waar ook het park op komt. Dat wordt best wel reuring en gezelligheid en terrassen. En aan de andere kant de hechting en vervlechting aan het Oude Noorden. De straatjes, de woonstraatjes die eigenlijk verbonden worden in het plan en ook uitkomen bij een centraal plein. Daar komen dus verschillende straten vanuit het Oude Noorden ook op aan en vanuit de binnenstad. Een grote tribune die ook de opgang is naar het daklandschap op Zoho. Met daaromheen een sporthal, een overdekte sporthal. En hier zit een huiskamer, dus daar staan ook de deuren open om voor de mensen die hier komen wonen en werken zeg maar iets te organiseren. Hier komt ook een horeca aan het plein. Dus zo krijg je eigenlijk van alle kanten levendigheid en activiteit. Het spannende en het interessante ook van dit hele uitvaart? Nou ja, de aansluiting vanuit de straten, dus vanuit de Agnische buurt, hier naar dit nieuwe gedeelte van het zomerhofkwartier. Nou, dat is ideaal. Mensen kunnen dus op loopafstand hier op dit zometeen dit nieuwe horecaplein ook recreëren. Er komt een wandelpad naar het Hofbogen. Park wat hierachter is. Ik word er in ieder geval enthousiast van. Ik hoop de buurt ook. De risico's die ik zie op dit moment is onder andere dus dat het park misschien niet toegankelijk zal zijn. Ik zie ook wel een risico. En wij hebben hier natuurlijk nu het Kruifkoord. Daar spelen dagelijks heel veel jongeren. In dit plan zie ik dat overdekt wordt. Hoe gaat dat dan zometeen? Kunnen die jongeren dan nog steeds elke dag voetballen om 's avonds laat, om 12:30, 's nachts met elkaar chillen? Kan dat dan nog wel? Het meest bijzondere is dat er eigenlijk op een horizontaal niveau een doorlopend landschap door het plan heen loopt. En dat het niet alleen maar groen is, dat over de daken heen gaat, maar dat er ook aan gewoond wordt. Dus het is een hele landschappelijke woonbeleving die het huidige Zoho, wat we lab noemen, laboratorium, experimenteren, werken, zeg maar aan elkaar smeet ook weer aan de blokken die daar weer opkomen, stadsblokken. Dus dan krijg ik drie lagen, lab, land en stad. En die landlaag maakt ook verbindingen met allerlei groenstructuren in de omgeving. Ik zie natuurlijk nu dus dat het park voornamelijk op de eerste, de landlaag zeg maar is. Maar hoe zit dat met de toegankelijkheid?
kunnen wij ook op bepaalde tijdstippen van het park gebruik maken wanneer de zon is ondergegaan of zo.